De grote vraag is natuurlijk wat de PvdA hier gaat doen. En van de eerste 7 stembureaus zijn de uitslagen binnen. En dan blijkt uit dat de PvdA er een zetel bij zou kunnen krijgen. Veren, een rijke gemeente. Op dit moment met de PvdA nog in het college. De grote tegenpol daarvan, de VVD, die wil ook heel erg graag in het college. Maar die staat op dit moment nog op 3 zetels. Dus het is de grote vraag. Of die dus in het college gaat komen of dat de PvdA in het college blijft. De SGP zou volgens de eerste uitslagen 1 zetel minder krijgen. Die zit nu op 5, zou naar 4 gaan. Het CDA van 4 naar 3. De PvdA dus 1 erbij. De VVD op 3. En Dorpsbelangen Toerisme Veren, die zou er ook eentje bij krijgen.